Dames en heren, laat het horen voor René Kast. Dankjewel, jongen, dankjewel. Even kijken, is er een teringherrie altijd hier? Ja, dat is het wel, ja. Zo. René. Mensen kennen je natuurlijk van jouw enorme gekke bril. Ja, dat sowieso. Van jouw bril. Mijn groene bril. Want die is een soort opgevouwen elektriciteitsdraadje. Ja, het is een paperclip, maar dan anders. Ja, precies. Ja, klopt. En natuurlijk van Liever te dik in de kist. Onder andere. Met Stef Ekkel. Ja. Ja. Maar, wat doe jij hier eigenlijk? Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik ben uitgenodigd samen met de Dikdakkers. Ja. Om vandaag naar de KNVB te gaan naar het voetballen van de vrouwen. Oh ja, nou, ze hebben 2-1 gespeeld. Maar ja, is het net afgelopen? Ik weet niet of het afgelopen is, maar het stond net 2-1. Dus, het loopt nog. Maar we hebben nog 4 minuten extra tijd. Nog 4 minuten extra, oké. Okay. Nou, de eerste helft was er een behoorlijke blessure voor twee speelsters. Allemaal moeilijk, zo hoofd in elkaar, weet ik veel. Maar ze hebben toch goed afgemaakt, 2-1. Wat? Daar doen ze de hechtingen in en ze doen er een verbandje om en ze gaan door. Ja, gewoon, echt jongens, toch, ja. Net kerels, echt waar. Ja, ja. Nou ja, die kerels gaan eerder lopen miepen. Die gaan dat dan, denk je dus ook, ja. Maar daarom was ik hier en ik wist dat jij hier ook was. Ik denk, nou weet je wat? Ja, ik vind het leuk. 1 plus 1 is 3. Ja, wat heb jij de nieuwe plaat van VCJ Maten gehoord? Nee. De Suikerspin? Nee, ik weet wel dat hij een liedje heeft gemaakt. Maar heb jij wat om te laten horen? Oh, even kort, Suikerspin. Hij was hier net nog live. Oh, en ja. Mensen weten misschien niet dat jij echt een liedjeschrijver bent. Nee, nou ja, dat is ook zo. Maar en is het Suikerspin van Mieke van vroeger? Nee, dit is een hele nieuwe van Maarten zelf. Oké. Okay. Even een korte, want de mensen hebben hem helemaal kapot gedraaid. Dat is een stukje refrein. Zo hoor, dan moet ik een stukje door. Zo'n grote Suikerspin. Komt het in soort twee halve refrein. Het is het tweede deel. Want het is kermis. Eet er al met busattracties uit de schuur. Doe mij nog maar een penning. Die zei die niet zo duur. Het is eindelijk weer kermis. Er is zo lang op gewacht. En iedereen is vrolijk. Ja hoor. Iedereen die lacht. Gezellig. Nou, dat is Suikerspin van Face DJ Maat. Ja, mooi man. Mooi. Dat vind ik een kermishit. Maar ik vind eigenlijk jouw nummer, wat je een paar weken geleden hebt uitgebracht, dit vind ik ondergewaardeerd. Nou, ik ben blij dat jij dat in ieder geval dat het jou is opgevallen. Kijk, Maarten is een goede gozer. Ja. En het is een topplaat. En ik ga daar helemaal hard op straks in de babbes. Gaan we ons hoofd er weer op afzuigen. Ja, heel goed, heel goed. Maar die plaat van jou, ik heb dat in mijn hoofd. Ik vind het nostalgisch. Dat gaat 100 kan. Die ik net afzet, die Ronnie Toper. Dat, vanavond gaan we naar de kermis. Ja. Dat is een klassieker, maar dit is een klassieker, jongen. Nou ja, ik ben heel blij dat je er zo over denkt. Dat zeg ik niet en omdat je voor mijn neus staat, maar dat vind ik echt. Ja, nou, daar ben ik blij mee. Dankjewel. Ik zou alleen even willen vragen. Ik zou graag willen vragen of je hem wilt doen live. Ja, natuurlijk wil ik hem zingen. Dit is vet, jongens. Nou, als je in de auto zit, zet hem langs de kant. Kijk naar Ziggo 999 of 101 TV of kermiswem.nl. Hier is René Kast met De Stenen op het Plein. Is laatst gebleken dat de grond onder de stenen op het plein door de alcohol en drank die er gemorst is zwaar onbruikbaar en onbruikt zou kunnen zijn. Tijdens de kermis dan worst er wel eens iemand, dus de grond onder het plein is niet zo schoon. Het promillage alcohol is niet te meten, maar dat vindt men met de kermis heel gewoon. Als de steen op het plein is, kom de praten over waar en wie en wat er is gebeurd. Over hem en haar en hoe het is gelopen en over wie er uit zijn broekie is gescheurd. Als de steen op het plein is, kom de praten over dit en dat en door de jaren heen. In de top 100 van de allermooiste feesten staat de kermis met stip op nummer 1. Hey! Dat het plein het kloppend hart is van de kermis, muziek en altijd feest. Zijn de stenen daar de zwijgende getuigen van de mensen die er altijd zijn geweest. Bij
Tijdens de kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon. Het promillage alcohol is niet te meten. En daarom gooien we de glazen nog eens vol. Als de steen op het plein is konden praten over waar en wie en wat er is gebeurd. Over hem en haar en hoe het is gelopen. En over wie er uit zijn broekie is gescheurd. Als de steen op het plein is konden praten over dit en dat en door de jaren heen. In de top 100 van de allermooiste feesten staat de kermis met stip op nummer 1. Als de stenen op het plein eens konden praten over waar en wie en wat er is gebeurd. Over hem en haar en hoe het is gelopen. En over wie er uit zijn broekie is gescheurd. Als de steen op het plein eens konden praten over dit en dat en door de jaren heen. In de top 100 van de allermooiste feesten staat de kermis met stip op nummer 1. Hey! René Kast! Ja! Ja, ik vind dit dus een hit. Dankjewel. Ja, dit is gewoon een hit. Ceremoniemeester Mark die heeft geen voeten meer. Het is een hit. Alle kant. En als hij het zegt, dan is het zo hard. Dan is het... Prachtig. Jongens, ik hoest ervan. Man. Ja, daar ook misschien niet. Doet het hier. Ja, dat is helemaal niet fijn voor de stembanden. Nou, maakt niet uit. René Kars, dankjewel. En een hele fijne kermis. Ga je nog een rondje lopen? Nou, nee. We gaan de auto ergens opzoeken van een of andere parkeergarage hier. Ergens aan de Pieter... Vredesplein. Pieter Vredesplein. Daar gaan we heen. Prima. En dan halen we de jongens op die nog in het stadion zitten. En dan gaan we weer naar huis. Dankjewel. Graag gedaan. Tot snel. Ik vond het een eer.